Op uitnodiging van de Stichting Pandora, die zich ten doel stelt meer begrip te wekken voor psychiatrische en ex-psychiatrische patiënten, heeft koningin Juliana in Amsterdam de première bijgewoond van een nieuwe film van René van Nie, wiens kinderen bloemen mochten aanbieden. De film Kind van de Zon is gemaakt naar het ware verhaal van een meisje dat opgenomen wordt in een inrichting, daar geneest en tenslotte terugkeert in de maatschappij. De koningin ontmoette voor de aanvang van de film de regisseur en de hoofdrolvertolkster José Ruiter, die het meisje Anna speelt. Anna is in de grote stad in de vernieling geraakt. Ze sluit zich af van het leven en wordt tenslotte in een inrichting opgenomen nadat ze haar hele kamer wit heeft geschilderd. Anna's vader wordt gespeeld door de acteur Johan te Sla. In de psychiatrische inrichting komt Anna's genezing mede tot stand door de genegenheid en de vriendschap die ze daar ontmoet, zowel van de staf als van andere patiënten. Daardoor wordt ze weer een kind van de zon, dat het leven weer aan kan.